Ik ben Lafdil Bouharou, chef-kok van restaurant In de Zeven Hemel. Ik ga vandaag voor u mosselen bereiden. Wel op een hele speciale manier, op de Marokkaanse wijze. En de Marokkaanse wijze houdt in dat ik een marinade 2 dagen geleden klaar heb gemaakt, zoals u hier kunt zien. Bestaat uit tomaat, ui, verse koriander, ras el hanout, knoflook en citroensap en olijfolie. Ras el hanout, voor degenen die niet weten wat dat eigenlijk inhoudt, dat zijn de Marokkaanse kruiden die worden samengesteld door de kruidenier. Het bestaat uit gemiddeld ongeveer 20 kruiden, onder andere korianderzaad, gember, kunyit wat erin zit, currypoeder en peper. En er zitten nog veel meer andere ingrediënten in. Dat hou ik liever even een beetje nog geheim. Ik ga ze vandaag voor u bereiden. Wat hebben we daarvoor nodig? Knoflookolie. Ik zet meestal een paar dagen van tevoren knoflook aan. Overgiet ik met olijfolie. En dat gebruik ik dan om de mosselen mee te bereiden. Er gaat een klein beetje knoflookolie in de pan. We zorgen ervoor dat in ieder geval de pan gloeiend heet is. Dat is heel belangrijk, want we willen namelijk de mosselen op een hele korte tijd open zien. Zodat de mosselen niet te overgaar worden. Wat heel vaak gebeurt bij de bereiding van mosselen is dat men de mosselen te lang bereidt, waardoor ze droog worden. Het zijn Neeltje Jans mosselen, hangcultuur mosselen. Dat wil zeggen dat ze hangen in plaats van grondmosselen. Voordat we met het openwokken van de mosselen beginnen, moeten de mosselen heel schoon zijn. We spoelen ze heel goed met koud water af. We halen de exemplaren uit die kapot zijn en exemplaren die open zijn, want die zijn niet meer goed. Zoals je kunt zien is de wok vrij heet. Nou, daar gaan we mosselen in doen. Je hoort al sissen. Niet te veel mosselen tegelijk doen, want dan beginnen ze te koken en dat willen we niet. We willen juist dat ze gewoon eigenlijk op stoom open gaan. Dan leg ik meestal een koepeltje eroverheen, zoals eigenlijk in de Marokkaanse keuken de tagine bereid wordt. Maar zoals u begrijpt, een tagine is een bereiding van circa 2 tot 3 uur en dat willen we nou niet hebben. We hebben hier maar eigenlijk 2 tot 3 minuten nodig dat die mosselen open kunnen gaan. Om het proces een beetje te versnellen, kun je ze even een beetje omschudden en dan gaat de koepel weer terug. Het belangrijkste is dat de mosselen open gaan en dan dat er dan de saus erbij komt. Doe je eerder de saus erin, dan zullen je mosselen gaan aanbranden. En omdat er ook in tomaat suikers aanwezig zijn, zal dat gaan verbranden. En dat willen we niet. Nou, zoals je kunt zien staan ze nu half open. Ze hebben nu misschien nog 30 seconden nodig om nog verder open te gaan. Dit is ook het moment dat de marinade saus erbij gaat. De saus is vrij koud. Dus die moeten we ook even gaan verwarmen. Nou, zoals je kunt zien worden de schelpjes lekker gevuld met vers ui, de tomaten, de koriander en alle andere smaken die hierin zitten. Mosselen hebben de neiging om heel snel af te koelen. Van tevoren zetten we een terracotta schaaltje. Terracotta houdt heel veel warmte vast. Die zet ik meestal even warm op de grill of je kunt het gewoon ook op een pit warm zetten. Om ervoor te zorgen dat die mosselen dadelijk, als ik ze erin schep, dat ze niet te snel afkoelen, want we willen namelijk de mosselen warm serveren. Nou, de mosselen zijn klaar. U ziet, ze zijn open. Dit is ook het moment dat ze er nu afgaan, want te lang in de pan betekent een droge mossel. Mossel zelf op zich, uit de streek van Neeltje Jans, heeft een hele lekkere ziltige smaak. En dat willen we ook behouden. Het is vrij zacht van structuur, vergeleken met de grondmossel. Dan serveren we er nog altijd citroensap bij. Om het geheel nog wat frisser te maken. Dit zijn de Marokkaanse mosselen, zoals we bij in restaurant De Zevende Hemel bereiden. En hier heb ik ook de gouden mosselpan mee gewonnen. Dit was de bereiding van de Marokkaanse mosselen uit 's-Hertogenbosch.